Hallo beste kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Dit is de allereerste video van 2021. Hopelijk heb je allemaal een leuke jaarwisseling gehad. In deze video ga ik een beetje wat vertellen wat juist mijn doelen zijn in 2021. Ik zeg hier net een schaap en deze hoort niet in het koeienhok. Later maak ik wel nog een betere stal of zo voor de koeien. Waar ik nog even wou doen is een plekje uitmijnen. Want hier hadden we de kistenkamer. En wil ik hier een extra kamer maken. Moeten we hier even wel wat voor weghakken. En ondertussen ga ik wat bijpraten. Dus 2021 is net begonnen. Ik hoop natuurlijk dat in 2021 corona stopt. Het zal waarschijnlijk nog een paar maanden duren. Maar toch wel zeker tegen het einde van 2021 dat we weer normaal kunnen leven. En dat we nu ons allemaal nog even aan de regels moeten aanhouden, zodat het sneller gedaan is. Daarnaast hoop ik nog een paar mensen te ontmoeten in 2021. Er is al één persoon die ik absoluut graag eens wil zien in het echt. En dat is iemand die ik al een 3 jaar ken of zo. Ja, de laatste tijd heb ik daar niet veel mee kunnen spreken. Maar ik kan niet vertellen wie. Maar ik denk dat de persoon die het kijkt wel weet wie het is. We hadden nog 2 dagen na kerst gesproken met elkaar. Daarnaast hoop ik ook een keer de Minecarters in het echt te zien. Dat lijkt me ook wel leuk. Ik weet niet of dat wel in dit jaar nog gaat gebeuren of niet. Met YouTube. Ja, ik heb nog niet echt een doel met YouTube. Misschien de 200 abonnees in 2021 is wel haalbaar, denk ik. Oh ja, ik had ook nog een nieuwe microfoon besteld. Die heb ik nu nog niet, dus over een binnenkort kan ik weer video's maken met een andere microfoon. Oh, hebben we slimes? We hebben helemaal geen slimes. Oh, dat is wel jammer. Sticky pistons maken, maar we hebben geen slimes, was ik vergeten. Moeten we ook even op avontuur gaan naar een moeras. Volle maan is. Volgens mij bij volle maan spannen die wezens die slimes. Laat ook even weten in de reacties wat jullie doelen zijn voor 2021. Wat ook nog een doel is voor mij is weer iets meer gaan sporten. Heb ik in het begin van 2020 wel gedaan. Ben ik het een beetje mee opgehouden. Welke kant gaan we op? Ik denk dat we die kant op gaan. We hebben hier een bij. Ik heb nu even geen zin om naar mijn basis te lokken. We kunnen ook zoeken naar slime chunks. En naar slimes gaan vormen. Maar ja, dan moet ik een hele chunk uitgraven. En dat duurt te lang. Dus, en ik heb toch niet zo heel veel slimes nodig. Wacht eens even. Volgens mij weet ik waar er zo'n slime, waar zo'n moeras was. Volgens mij hadden we er alleen gevonden. Ik heb al genoeg eten bij me, dus we zullen zeker niet verhongeren. En ik kan ook misschien even vragen aan jullie. Willen jullie dat ik in de snapshot speel? Of in de gewoon officiële release versie? Anders kan ik ook al in de snapshot spelen van de cave update. Mijn laptop maakt weer veel lawaai. En als het goed is met mijn nieuwe microfoon die ik binnenkort krijg, kan je dat minder horen. Hopelijk hoor je dat nu niet te veel. Oh, een village. Nog een village gevonden. Terwijl wij iets anders zoeken. Even de coördinaten in beeld laten komen. Zo, dan weet ik dat ook weer. Kan ik gewoon een video weer bekijken als ik hier terug wil komen. Ja, een swamp. Nu moeten we gewoon wachten tot we weer nacht is en dat ook nog eens volle maan is. Maar dat betekent dat we nu toch even kunnen de village gaan looten. De meeste villagers hebben toch bijna niks. Ze zijn een beetje arm. Ze hebben enkel een bed en dat is het basically. Ik ben misschien ook nog even van hier nog een huis met een kist. Wat zit erin? Een empty map is misschien wel handig. Ik ben ook van plan om in 2021 wat vaker opnemen met andere YouTubers. Heb ik er Silk Touch? Ja, hier heb ik Silk Touch. Dan kan ik dit hier ook even meenemen. Ik wil ook even iets doen.
En daarvoor heb ik wat spullen nodig. Maar ik denk dat het ook genoeg is geweest voor vandaag. Ik dacht toch niet dat de video nu al gedaan is. We gaan gewoon nog even verder. Het is nu nacht. En het is ook volle maan, dus we moeten nu ook slime spawnen. Daar zit er al in. Ja, geef maar je slimes. Je krijgt eigenlijk vooral slimes vanuit de kleintjes. En oh, het is gevaarlijk. Heel veel mobs. En iemand heeft zelfs een zwaard bij. Ik heb fire respect, dus daardoor vliegen ze in brand. En die skeleton mag ook even dood. Heb ik een waterbucket bij me? Nee. Dan mag in het water lopen, maar het is al gedaan. Ik vang de slimes ook helemaal niet op, dus ik moet iets weggooien. Ik doe het dirt wel weg. Ja. Hebben we nu eindelijk wat slimes. 14, ik zou denk ik wel meer willen hebben. En... oh nee, ik ga straks misschien ook zelfs dood. Ik heb hier enkel een breaking 3 en een fire respect 2 op. Dus ik moet wel een beter zwaard hebben, het is niet iets al te goed zwaard. Dit mag weg. Oh, zombies komen eraan. Nog een slime. Ik denk dat we nu toch zoveel mogelijk slimes verzamelen. Dan moet ik dat later niet meer doen. Ik zie daar een creeper, misschien kan ik een music disc krijgen. Als ik die... no! Ja, rip. Geen music disc. Hier nog een slime. We hebben best wel geluk wat betreft slimes. Er spannen er best veel. En even eten. Oh nee, nee, nee. Ah, het begint nu al dag te worden. Jammer. Ik wil nog iets doen. En daar heb ik nog een creeper. Laat ik even weer naar de village gaan. Het was wel een geslagen missie. We hebben in totaal 39 slimes weten te krijgen. Omdat dit de eerste video is van 2021, wil ik iets speciaals doen. En je zal het ook zo meteen ook wel zien wat. Kan ik zo vuurwerk maken. Oh ja, ik heb daar ook nog dit voor nodig. En voilà, om dit jaar af te sluiten heb ik nog speciaal vuurwerk zitten maken. Is dat mooi? Ik ga even misschien geluid aanzetten. Als het goed is, neemt het ook geluid op. Dus vuurwerk. Om het nieuwe jaar te beginnen. Oh, die ontploft helemaal niet. Bedankt om te kijken naar deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Laat het dan weten in de reacties. En dan begin ik de volgende video waarschijnlijk weer bij mijn basis. Dus ga ik even offscreen weer even teruglopen. Dus dit was het dan. En er zit een pijl op mijn schouder. Dus dat moet pijn doen. Maar doei doei.